getekend is door alle vier de partijen die hiervoor binnen dat gemeenteplan staan. Handtekeningen, en ik vraag handtekeningen van de partijen, van de VVD, dat is onze gemeente VVD Liberaal. CDA, ik weet niet of die aanwezig zijn hier. CDA is aanwezig. Kees, stel jij voor. Ja, Kees Booster, fractievertegenwoordiger van het CDA. Onze fractievoorzitter belde mij, die moet namelijk werken of ik het CDA wil vertegenwoordigen. En hier ben ik. Heel mooi. Ja, we hebben denk ik geen afvaardiging van de VVD. Die zou wel komen. Ja, ja, heb ik wel gehoord. Ja. Nou, ja. We kijken hier in de weg of dat hij al bijna hier is. Heb je daar bericht van toevallig, Linda? Nee. Nee. ChristenUnie is niet actief in Voorst. Wel de SGP, niet de ChristenUnie. Want u vraagt een handtekening hierom, ook een handtekening van de burgemeester. De handtekening kan ik nu niet zetten, maar we nemen jullie petitie natuurlijk serieus. En jullie zijn op vredestop. Begrijp ik. Die wordt nu denk ik een beetje verdrietig, want die wil een aardig handtekening. Ja. Maar dit is Haagse politiek. Ja, dat vinden we allemaal. Morgenmiddag om 4 uur is het open voor ons. Maar waarom kunt u de handtekening zetten dan? Omdat het reisbeleid is. Dus, u staat maar bent u er tegen? Of gaat afstand van ben u voor het stikstofplan? Of u voor of tegen het stikstofplan bent? Ja, dat is echt niet aan mij als burgemeester. Maar je hebt daar toch een mening over? Ik kan daar een mening over hebben, maar als burgemeester van Voorst heb ik daar geen mening over nu. Ik ben net niet... Waar is een burgemeester voor dan eigenlijk? Die is toch voor de burgers? Zeker. Wat is dit dan voor flut antwoord? Ga voor de burgers staan. Ga voor de boeren staan. Ga voor Nederland staan. Het is belachelijk wat er gebeurt. Echt belachelijk wat er gebeurt. Jullie laten, jullie fokkels, jullie naaien ons allemaal stuk voor stuk met je triesteed. Zoek dat maar eens op als je het nog niet weet. Ik ben echt zo link op jullie. Hoe durven jullie? Een niet gekozen persoon? Jij hoort voor de burgers hier te zijn. Dat zijn de burgemeesters. Dat zijn de mensen waar we wat aan hebben. Kom eens een keer uit voor de dingen. En als je er wel hetzelfde als ons over denkt, kom naar buiten. Alleen redden we het niet. Den Haag moet eruit. Die 1% moet eruit. Alles moet eruit. Alles moet overnieuw. Wij worden genaaid met z'n allen. We zijn niet meer als vee. We zijn niet meer als slaven. Dat is wat er aan de hand is. Ik hoor heel boos zijn. Heel erg boos. Stel 2 jaar te vechten voor onze vrijheid. Ben God blij dat die boeren hier eindelijk zijn. Samen gaan we iedereen wegkrijgen. Maar het gaat wel harder worden als jullie niet meewerken. Want die acties die komen eraan. En hard. Ik hoop dat die giertanken nog een keer leeg gaan op de snelweg. Ik hoop dat die giertanken nog een keer leeg gaan op het Binnenhof. Dat verdienen ze. Stront. Meer niet. Meer niet. Kijk wat je ons aandoet. Boeren en burgers. En vissers. En de vrachtbedrijven. Alles. Alles heeft ermee te maken. Wij zijn het volk. Wij betalen jullie. Doe dan ook wat wij willen. Dames en heren, boos. In principe zitten er ook boeren. Het gaat misschien ook wel gehard. Maar ik kan zo maar even. Even een korte beraad. Dan bellen we Jurgen van Wolf nou op. Ja, helemaal goed.
af en dan kijken. Die hebben geen kringloop. Dat is niet normaal. En die hebben geen kringloop. Nee, want als ik de gevolgen recht in de oma aan moet schrijven. Ik heb eigenlijk heel graag ik heb gemeen. Maar ik ben eigenlijk heel graag niet zwart-wit malletje kan worden gezet. Als het zo eenvoudig was, denk ik dat het makkelijker op te lossen was. Wat is er nog een stikstof? Als je op de drie landenpunten staat, hè? Twee landen hebben geen stikstofprobleem en één land wel. Niet alles van dit Het zijn alleen maar leuke baantjes om geld te verdienen. Luister, ik geef D66 dan op D66. De hele politiek moet weg. Dat doe je dan wel. Het is niet iedereen. Ja. Ik wil het niet doen, maar kwaad over vier. Ik zeg toch, ik ben er niet. Ik kan dat de burgemeester die niet getekend heeft bezoek ook gedaan aan de verschillende partijen die hier op het lijstje staan. Die hebben gezegd dat ze zich gaan beraden. Ik kan zelf beslissen om te ondertekenen. Dat klopt. Dus ik ben voor het blijven. Als u onze kant kiest en er komt hongersnood, staat u bij mij vooraan in de rij. Ja, dat is voor. Al die gezichten die houden heel goed. Ik ben hier voor en er komen weer rijen. Er komen weer rijen bij die boeren, net als ze voor. Het gaat gewoon gebeuren. Onze productie wordt makkelijker. En ze denken er in de haren heel makkelijk over dat we dat kunnen importeren. Maar dat kom je wel aan. En je bent. Wat was het ook weer? Follow the wives, hè? Dat was het toch? Ik weet het niet hoor. Het is net van de week weer 3 gedropt, hè? Goedemiddag, dus eindelijk. Ik ben er helemaal niet op voor. Ik krijg er deze tekst inderdaad. Om te kijken van, oh, is dit de manier, want wij zijn hier geland. En is dit de manier om dit papier te ondertekenen en bereiken nu dan maar te heel goed. Als je het gehoord hebt, want ik heb een paar in gesprek gehad met mensen die er zijn afvaardig. Misschien is er dan een manier dat wij zeggen, nou, we steunen jullie op bepaalde punten. En wij gaan nog bij een ander onderwerp over. Dus wij, wat voor de mensen. Nou, op bepaalde punten, kijk, dat gaat morgen ook weer gebeuren in de Tweede Kamer. Dan gaan de VVD en de CDA weer moties tekenen. Wij hebben allemaal niks van die moties, het is allemaal voor de bühne. Is ja of nee? Ja of nee? Meer keuzes zijn er niet. Zo moeilijk is het niet, ja of nee? Nou, dat kun je toch? Ja, je hebt niks van mij op. Elke handtekening is voor één. Maak geen reet uit! Burgemeester van Holt heeft wel getekend, hè? Nou, dat kan de een van de eerste.
burgemeester daar kan tekenen, hoe moeilijk is het? Om aan te geven als je het over andere voorbeelden, daar kan je het twee keer doen. Als je naar Den Haag gaat, krijg je de ME over je heen. Want daar is het heel makkelijk in tegenwoordig. En die grenzen worden ook steeds verder verschoven. Nee, maar als je naar Den Haag gaat, dan gebeurt het wel. Dan kun je niks. Het is gewoon heel duidelijk. Gaan we meer aan in stikstofbeleid. Als jullie de inzet zijn, lokale partijen voor wij gaan al een deel ervan mee, dan komen we wel nog makkelijker om daar te gebeuren. Gelderland, die waren nu even desmiddels. Nee, we wachten af. Daar geef je een handtekening. Daar zijn de gemeente Borgestad al voorstander voor dat de boeren dus bij hier in deze ruimte kunnen bewegen. Toch? Ik vind het te laat. En morgenmiddag wordt er besloten in Den Haag. En dan gaat de mest erin. En dan wordt het oorlog. Dan best het best wel. Dan denk je, hij tekent en hij in voortrijd. Niet bepalen wat de stand is. Niet tekenen. Dat is een laag. Nee, maakt me helemaal niet uit. Hij niet tekent, hij voort veel meer over. Dan moeten we eerst op. De politie. Maar daar heb je nog al 5 jaar de tijd voor gehad. We gaan nog 5 jaar procederen voor de hele zooi hier. Nee, nu liggen de voorstel. Morgenmiddag wordt er in de naad wat beslist. Dan ga je een helft van de vekken dood, hè? Ja, dan gaat naar de kloten. Net zoals Koos zegt op tv. Ja, heb je dat gezien? Heb je Koos gezien op tv? Schande dat ik het niet gezien heb. Schande. Dat is groot in de media, kom op zeg. Als je een beetje interesse hebt in het volk en in het land, had je dat op zijn minst meegekregen. Dan nog, jij bent hier toch iets in het stadhuis of weet ik veel wat. Dan heb jij te zorgen voor de burgers. En dan hoor jij te weten wat er speelt. Dames en mannen, wij gaan even overleggen. Mogen wij dat even doen? Ja. Alsof we antwoorden hebben gekregen. Echt, hou op, schei uit man. Ja, jullie overvallen ons dus. Overvallen? Je zit er al lang van. Kom op, laat me lachen. Opzeg! Noem je dat overvallen? We zijn nog vol verwachting van het antwoord. Ja? Dus, wacht even. Ja, helemaal goed. Moet ik dat overvallen? 11 minuten. 11 minuten. Ik ben 11 minuten terug. Anders gaat er wat anders gebeuren. Ik heb blijkbaar nog genoeg data. Ik ga gewoon even door. Ik zoek even degene met wie ik Ik ben niet zo'n naast.
Ik ben een jij bent toch ook van de voorste verbinding, hè? Ja, precies. Ja. We hebben daar net bij niet zo heel. Ieder op zijn eigen manier, want ik moet niet voor een ander weggelegd. En andersom ook, ik kan weer geen dingen die anderen niet doen. Maar... we proberen wel van een ander standpunt. Mensen, ik ga afsluiten. Op dit moment gebeurt er niks als ze naar buiten komen. Wacht even. Oké, het gaat leuk worden. Ik hou de boel in de gaten. Zodra er weer wat gebeurt, ben ik weer live. Dag allemaal.